Sterk, leg uw hand maar op de tafel. Ja, geen borrelnootjes. Nee, nee, het is niet overal feest, hè? Nou ja, wel bijna overal. Nou, u gaat inderdaad alle openingen en premières af, hè? U bent de ongekroonde minister van feest. Nou ja, dat beeld bestaat. Ik heb natuurlijk cultuur in mijn portefeuille, maar ik zeg ook wel eens nee, hoor. Echt waar? Ja, als ze me vragen, zou u niet weer eens aan het werk gaan? Kijk. Oh ja, ja, leuk. Ook fotograferen, ik ben er gek mee. Ja? Ja, oh ja, dat was toen met Rutger Hauer. Ja, dat was bij de prijsfestival. Ja, leuk. Ja, we hebben Harry Mulder, zeg je geen nee tegen. Oh ja, Willem-Alexander, Maxima. Ja, ja, leuk. Ja. Ja, dat was met Siegfried en Roy. Ja. Ja, 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 dat is Gay Pride. Moest je even je neus laten zien. Mag ik even met u op de foto? Ja? Krijg je me nou? Zo, ja, maar ik had even een foto. Maar het is maar een klein onderdeel van mijn werk, hoor. Nou, wel een klein onderdeel dat u zo te zien heel serieus neemt. Nou, daar ben ik hooguit een dag of 5 in de week mee bezig. Meer niet. En de rest van de tijd zit ik weer gewoon... Op het ministerie. Nee, thuis op de bank, eigenlijk. U bent in uw functie ook verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid. Ja, ik ben inderdaad voorzitter van de Taskforce Vrouwen aan de... Daar bent u de voorzitter van? Ja, we hadden er graag een vrouw voor gehad, maar die kunnen dat niet. Waarom niet? Nou ja, sommige dingen kunnen vrouwen gewoon niet. Zoals? Nou, ken jij één goede vrouwelijke clown? Ja, Mariette Hamer, maar die doet het per ongeluk. Nee. Luister, Sebastian, ik vind Mariette Hamer een hele mooie vrouw. Ja, in Tsjechië misschien. Hoe is het inmiddels met de staat van de PvdA? Nog altijd deplorabel? Nou ja, als je tegen Balkenende moet zeggen dat hij niet weg mag... omdat hij het gezicht is van het kabinet, ben je vrij wanhopig, denk ik. Nou, ik denk die Balkenende wel heel serieus, hoor, als concurrent. Hij brabbelt onverstaanbaar, hij ziet er belachelijk uit en valt om de haverklap. Als hij een ballonnenact begint, kan ik wel inpakken. U komt oorspronkelijk uit de moleculaire genetica. Wel een spijt gehad van uw overstap naar de politiek? Nee, er zijn maar heel weinig moleculair biologen die bij de slager worden herkend. En wat is het verschil tussen de politiek en de wetenschap? Ja, in de genetica bestuderen we eigenlijk de bouwstenen van het moleculair systeem. En in de politiek niet. Was er nog champagne? Hoe is die evolutie gegaan van laboratorium, muis tot feestbeest? Nou, die liggen in de praktijk niet zo heel ver uit elkaar. De vergadertijger en de première tijger zijn heel nauw verwant. Volgens het systeem van Linnaeus. Ja. Ja, wetenschap en humor, het gaat niet lekker samen, hè? Ik merk het ook bij mijn studenten, hoor. Nog even voor mijn beeldvorming over uw colleges. Die studenten krijgen daadwerkelijk studiepunten daarvoor? Nee, mokkapunten. Nou goed. Natuurlijk krijgen ze studiepunten. Maar ze weten niet veel meer, hoor, tegenwoordig aan de universiteit. Je veronderstelt een stuk basiskennis, maar dat valt zo tegen. Oh. Nou ja, dat is natuurlijk een klacht die we heel veel horen van professoren. En we nemen dat signaal heel serieus. Ja, een clown die lesgeeft op universiteit. De wereld is gek geworden. Wat moet je hiervan vinden? Nou ja, dat is een klacht die we vrij veel horen vanuit de journalistiek. En we nemen die klacht heel serieus. Wacht even hoor, u probeert gewoon iedereen te vriend te houden. Nou ja, dat is een klacht die we vrij veel horen vanuit Omroep Land. En we nemen dat signaal heel serieus. U waait gewoon met alle winden mee. Juist. We kenden u als de scherpe columnist met duidelijke meningen. En daar hadden we ons ook op verheugd toen u minister werd. Maar we zien er helemaal niks van terug. Bijvoorbeeld, Poont en Wakker Nederland. Nieuwe omroepen. Wie zijn er volgend jaar op tv? Nou ja, dat is dus een heel lastig dossier. En ik heb me laten adviseren. Nee, nou is het klaar. Spreek je uit, man. Zijn zij deze praatjesmakers? Zijn zij verrijking van omroepen? Stel ja dan te nee. Nou ja, nee, nou ja, dat moeten we heel duidelijk tegen elkaar afwegen. Nee, dat moet je niet. Je bent niet een kruidenier. Je moet niks afwegen. Jij kan dit beslissen. Jij bent de belangrijkste hoed van Hilversum. Laat jouw gevoel spreken. Wil je Pauw net of wil je Pauw niet? Nou, ik vind het altijd wel lollig, hoor, wat die geen gasten allemaal doen. Nou, het gaat er niet om wat ik wil, maar ik zeg geen nee. Je bent de bange man. Nou, ik ben niet bang, maar ik zeg ook geen ja. Die Rutger is een soort van plaaggeest eigenlijk, hè? Ik wel, is gewoon een beetje brutaal zijn op niks af. Nou, dat vinden die mensen leuk. Je bent bang dat als je zegt... Als je nee zegt tegen nieuwe media, dat dan Telegraaf en Geen Stijl gaan zeggen dat jij bent een oude loel. Maar daardoor, jij wordt nog veel oudere loel. Heren, zullen we dit even centraal houden? Ronald, wat doe jij? Zeg het. Nu kiezen. Dan laat ik ze allebei toe. Waarom? Nou, mensen die van de zijlijn tetteren ja, dat het beter kan, die moet je verantwoordelijkheid geven. Als ze het zelf moeten doen, spelen ze niks klaar. Of het nou gaat om de LPF of de PVV of... Op een columnist van de Volkskrant. Ik weet dat inmiddels uit eigen ervaring. Ja, maar, ja. En dus? Word deel van het systeem en feest lekker mee. Was er nog champagne? Yeah! Hey! 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 Hey!
Nou, mag ik even? Nee, niet nou, Ventje. Ventje, je moet doorzetten. Dit is spannende televisie. Dan moet je eens even heel goed luisteren, oude teleurgestelde Tsjech. Je hebt misschien geen eigen programma meer. En je stikt in je slecht verstaanbare opgekropte frustraties. Maar ik bepaal hier wat er gebeurt. Hotje! Fedje, als je zulke geluiden maakt, dan word je zo mooi. Alles aan jou neemt zelf de kleur aan als je vestje. Ronald, luister jij. Neem een voorbeeld aan deze vrouw. Zij bepaalt wat gebeurt. Zij volgt haar gevoel. Zij... Houd toch op met je terreur van gevoel. Ik word gek van die mannen dat lult. Maar Dort is hier nog erger dan de tafel van vijf en vrouwenpaard samen. Fedje, heerlijke vrouw. Mag ik jou even aanraken? Ik zal jou eens even aanraken.